Vrienden, jullie zien het. Ja, ik ben gewoon bezig met een recept. Ja, dat komt morgen. Ja, duiveltjeskip heet het. Ja, is van mijn schoonmoeder. Ja, die heeft dat opgestuurd. Die zei, Harry, dat moet je heel gauw maken voor jouw volgers. Dus daar ben ik mee bezig. Maar in die tussentijd, terwijl ik hier sta, denk ik aan Mark Rutte. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, hoe is het mogelijk? Maar die Mark Rutte, dat is toch ook een beetje, ja, ik krijg een beetje meelijden met hem. Ik ben het vaak niet met hem eens, eerlijk waar niet. En dan denk ik, Rutte, oh, oh, oh. Maar in dit geval denk ik bij mezelf, jongen, 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 je zal toch maar Mark Rutte zijn. Want wat zegt hij nou? En wat hij zegt, de cijfers van de coronabesmetting, die lopen op dit moment op. Daar hadden ze helemaal niet op gerekend. Natuurlijk niet, want ze denken, nou, dalen, dalen, dalen. Dus wat zeggen we tegen de mensen? Ja, we gaan straks al weer de maatregelen wat versoepelen. Maar, wat gebeurt er nu? Nu zien we het weer stijgen, stijgen, stijgen. En dan moet hij gewoon als een soort vader tegen zijn kinderen praten. Van, nou ja, luister, als het maar blijft stijgen, ja, dan kunnen we de maatregelen niet versoepelen. Ja, en, nou ja, dat is zoals vroeger. Als je nu niet meer vervelend bent en je gedraagt je, dan gaan we straks naar McDonald's. Dat is het dan. Ja. En als je nu je bordje leeg eet, ja, dan mag je vanavond later opblijven. Dat soort dingen moet hij nu gaan zeggen ongeveer. Dat is de rol waarin hij nu gedrongen wordt, alleen maar omdat er nog te veel mensen zijn in Nederland die zich niet aan de regels willen houden. En dan denk ik bij mezelf, nou, dan zou ik ook geen, want hoe moet Rutte het dan nog vragen? Dat is het. Hoe moet Rutte op zijn knieën gaan liggen om aan de Nederlanders te vragen, wil je alsjeblieft 1,5 meter afstand houden en wil je handen wassen en wil je niet in de drukte begeven? Hoe moet Rutte dat dan vragen? Dat heeft die man dus al maanden gevraagd. En nu stijgen die besmettingscijfers weer. Dus die man, die Rutte, die wordt wanhopig. Die denkt, godsamme kraken, daar gaan we weer. Ja, daar gaan we weer. Dus vrienden, willen we 30 december de horeca, restaurants, cafés open hebben, dan moeten we ons gaan gedragen. Zo niet, dan gaat het niet door. En dan heb je gewoon een klote kerst en dan heb je een klote oud en nieuw. Want dan mag er gewoon niks. Dus wees nou, doe nou, alsjeblieft. Ik wil wel namens Rutte, wil ik wel even, hier, daar komt-ie hoor. Ha! Tjada! Op mijn knie gaan zitten voor jullie. Om te vragen, wil je dan alsjeblieft gedragen? Doe gewoon mee.